echt gewoon een stuk beter gaan. Het gaat nu zo ongelooflijk scheid. En jou ga ik eraf schieten. Wat? Wat? Bij de eerste aflevering van Minecraft Minigames. En vandaag in Minecraft Minigames spelen wij Skywars op de CubeCraft server. En voordat ik überhaupt met alles begin, allemaal nog een heel gelukkig 2017 gewenst. Dit is de eerste video die ik opneem in 2017, dus vandaar. Ik hoop dat jullie een hele leuke jaarwisseling hebben gehad. Ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin gehad. En we zijn terug met Minecraft Minigames, zoals in de planning stond. Ik heb voor sommige dingen niet helemaal aan de planning gaan, ben ik benieuwd. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. We gaan snipen. Snel, snipe! Dammit! Ja! Ja! We hebben hem. Wacht. Wat? Hé, waarom heb ik de kill niet? Wat is dit? Heeft hij serieus wat? Heeft die gast eerst mijn kill genaakt? Wat een liar. Ik stel voor dat we door gaan bouwen. Trouwens, CubeCraft die heeft dus een hele Skywars update en dergelijke gehad. Dus we hebben nu allemaal nieuwe maps en oude maps een beetje gerestyled en dergelijke. Het is echt hartstikke leuk. Deze gast gaat dood. Ping. Ping. Zal ik gewoon naar hem toe gaan? LOL! Oké, die kill ik wel. Maar hier zit een gozer. Maar ik vertrouw hem niet. Oh, kut. Dat heeft echt geen zin. Kneus. Wat is deze gast helemaal aan het doen? Die gaat even verbouwen of dergelijke. Ik heb geen idee. Maar ik wil er niet naar binnen gaan. Want ik durf te wedden als ik daar naar beneden kom. Dat ze dan een van een blokje of zo verplaatst. En dan dan flikker ik naar beneden. Heb ik nu serieus geen paar... Are you fucking kidding me? Ja, schiet maar. Schiet maar. Het doet niks. Dat is ook niet waar. Maar dat weet hij niet. Jezus, die was zo slecht, maar die had echt zo mooi kunnen uitpakken. Oh, Jezus. Nou, we gaan door naar het volgende potje. Oké, mensen, we zijn aangekomen in de map Nether. En volgens mij was dit eigenlijk een van de oudste en eerste maps van CubeCraft Skywars. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. We hebben niet zo heel slecht armor. Alleen die pets kunnen beter. Strijdkreet. Ja, oké, die is gewoon echt ongelooflijk dood. Oké, nice. Oh, een rainbow. Dank u zeer. Oh, nog meer pijlen. Snoip. Dammit. Ja. Ah. Je mag niet meer teamen in solo Skywars. En toch zie ik zoveel mensen dat nog doen. En dat mag gewoon echt niet meer. Want je kan er gewoon voor verbannen worden van de server. Nee. Ik ben je kleinste fan. Oh. Oh, die vind ik zo mooi. Tot de max. Ik ben klaar. Oké, die vind ik echt leuk. Maar dat zegt wel wat, dat hij dus zeg maar wel kijkt. Hij kijkt dus wel. Want al die andere mensen die joinen, die zeggen dus helemaal niks erover. Hij kent me dus wel. Oh, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik toch wel leuk. Nee. Ja, daar ga je! Dammit! Kom op, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Ja, we hebben hem! We hebben hem. Ja, die hebben we ook. Ja, daar ga je. Ja, ik wil wel naar hem toe, maar ik... Ah! Are you fucking kidding me? Wat mot je met je sneeuwballen? Ik heb ook sneeuwballen. Kijk mijn sneeuwballen. Moet je wel vangen? Pak hem maar. Pak hem! Apport! Apport! Dammit! En toen hadden we obsidian. Het is jammer dat ik geen TNT heb. Dit zou echt zo'n perfecte TNT oplaadsituatie zijn. Dat zou zo lachen zijn. Trouwens, jullie kunnen nog steeds even een reactie achterlaten voor de Skywars Challenges video's. Want ik heb nog steeds geen leuke challenges en dergelijke ontvangen. Dat vind ik best wel jammer, want dat lijkt me wel echt ontzettend leuk om te doen.
Gmod challenges denk ik dat ik ga veranderen voor Garry's Mod Prop Hunt. Maar dat is ook ongelooflijk leuk. Ja. Kan me gestolen worden! Are you fucking kidding? Heb ik een lava bucket. Burn in hell! We zitten immers in Nether. Wow, what? What the hell? What the hell gebeurde daar? Ik kwam echt vanuit het niets. En in één keer... Wow, die knockback. Tering. Jezus. Nou goed. We gaan door naar het volgende potje. Oké, we zijn aangekomen in game nummertje 3. We zitten in de map. Vogelhuis. Vogelhuis. We hebben niet zo super armor. Ik vind armor nooit super als ik geen chestplate heb. En, oh, kom op. Waar blijven die chestplates? Mensen. Kom op. Kan je nou niet goed het jaar ingaan als je geen chestplate hebt? Laat maar. En ik heb ook weer geen pickaxe. Fijn. Oké. Seriously? Come on! Gunt niemand mij een chestplate? Jij dan? Ga een chestplate halen, beneden, in de void. Ah, wow! 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 What? What? Die was zo lucky! Jezus, wat slecht dit! Godzidori. Oké, dit gaan we heel snel vergeten. We gaan snel naar de volgende. Oké, we zijn aangekomen in mijn favoriete map. Time. Alleen ik vind het nu minder leuk dat ik geen chestplate heb. En nu baal ik best wel dat ik voor sportsman ben gegaan. En niet gewoon voor Iron Golem. Oh, van achteren. Lol, killsteal. Ah nee, jammer. Nee. Oké, we zijn aangekomen bij het zoveelste potje van vandaag. Het gaat echt zo ongelooflijk slecht tot nu toe. Maar we hebben nu een chestplate. Misschien dat dit wat doet, betekent of wat dan ook. Want het moet echt gewoon een stuk beter gaan. Want het gaat nu zo ongelooflijk scheid. Ja, ga ik eraf schieten. Wat? Wat? Nee! Holy shit, ik heb een hekker gekild! What the fuck? En jij gaat ook aan. Wat? Die gozer komt zo naar me toe gevlogen. Wat is dit? Ik heb hem dood. Dat vind ik al wat. Maar jij gaat er ook aan. Nee. Ja. Ja, nog een kill. En dan met 3 mensen. Oh, maar dat verandert dus. Wow, what? Nee, dit meen je niet. Fucking vieze hacker weer. Nee. Nog één? Wat is dit nou? Dit is hacker versus hacker. What the f- Nee. Nee, rot op. Nee, dit is weer een vieze hacker. Kut cake. Ach, shitzooi. Oh, shitzooi. Dit is... Helemaal goed, ik moet snel eten. Waar is mijn eten? Rot op, hacker. Kut, gek. Wat is dit voor vies kat en muisspel? Ik ga dit ook gewoon reporten hoor, want hier kan ik niet tegen. Oh, jezus man. 3 hackers in een game. Hoe kan dit? Oké, we gaan door naar het volgende potje en hopelijk gaat die wel goed. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij het zoveelste potje. Ik ben er gewoon de tel gewoon... Ik hou de tel gewoon niet meer bij. Hij zit trouwens in overpowered. We zitten in map Paris, wat ik wel weer leuk vind. Want het is echt zo'n redelijk oude map. Die ik vroeger kapot veel heb gespeeld. Eén dingetje, though. Ze hebben geen punch 3 boog meer. Het is veranderd naar punch 1. Wat ik echt een ongelofelijke goede en fijne verbetering vind. Want ik had me nog eens een partij hekel aan punch 3. Ik vond het veel te overpowered. En hoe... Oh ja, natuurlijk. Enderpearl natuurlijk. Geen hex. Enderpearl. Ja, kom op. Oh, ja! Ja, we hebben de kill.
replica. Oh, prachtig. Nee, maar eerlijk waar, mensen. Er is, CubeCraft die heeft nu een wat fijnere manier voor het reporten gemaakt. Waardoor je gewoon zeg maar, een filmpje uploadt en dan houden ze de status voor je bij en dergelijke. En het is super chill. En ik ga dat gewoon... Ja, rot op. Oh. En ik ga gewoon dit stukje van de opname gewoon echt in stukken knippen. En dan ga ik hem gewoon reporten, want ik kan er niet tegen. Ik vind dat zo onrechtvaardig en dergelijke. Maar ook niet zo erg dat ik zelf ga hacken, want dat vind ik echt het leemste wat je kan doen. Ik snap het gewoon niet. Ben je dan zo slecht dat je niet kan winnen zonder... Wat is deze dude aan het doen? Hij zit er wel een beetje rond te durpen. Kom op. Ja! Yes! We hebben hem. Oké, nice. Oh, het zijn teamers. Seriously? Teaming is ook bannable, vriend. Kom op zeg, wat is dit? Dit gaat weer eens helemaal nergens over. Weet je wat, ik ga gewoon YOLO naar het midden. Het kan me allemaal echt geen ruk meer schelen. Of ik er afgeschoten word of niet, want ik join ik wel een nieuw potje. Maar... Oké, laat maar. Oh, ik ben weer terug. Miauw. Oké, geen hacker. Gelukkig. Alhoewel. Ja, pijlen. Dank je, pijlen. Prettig. Wat is het toch met mensen die omhoog bouwen? Dat is laatst echt zo... Komt zo vaak voor. Er is ook nergens een anvil in deze map. Dus ik kon ook geen Shark 5 maken. Oh shit, ik moet het huis niet afsluiten. Niet op mij schieten, je moet op hem schieten. Hiervoor. Nee, hem moet je hebben. Daaro. Nee. Misschien kan ik hem ook splieven. Als hij komt. Ja, schiet me maar terug. Dat heeft echt geen zin. De splief is real. Oh, en dat toch wel even gehit, hè. Dat ik de kill in ieder geval wel heb. Dat is... Wel, dus zo ben ik dan wel weer. Oké, we zijn op het midden. Niks te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Ik zit in een game. Dan ga ik toch niet praten met jou. Lekker wel gek. Waar is die dude? Dit gaat echt voor eeuwig duren. Ik vond een knockback, zou ik een punch hebben. Oh, bijna gewoon van de rand af. Oké, wacht eens even. Dat kan ik dan gebruiken. Nee, ik ben geen Spanjaard. Fuck off. Haat Spanjaarden. Althans, hier in CubeCraft vind ik... haat is ook een groot woord. Ik vind ze niks. In CubeCraft vind ik ze niks. Maak ze één kill is meteen... Ja. Altijd. De enige mogelijkheid waarop ik nu dus een punch 2 boog of een punch 4 punch 2 boog zeg maar. Dat je, of power 4 punch 2 sorry kan krijgen is of via een anvil of via fucking level 30. En dat gaat nu beide niet meer lukken. Are you kidding me? Ben je nou serieus? Doe pijn hè? Power 4. Fucking hell! Pijlen op! Hij is een hacker! Heeft hij serieus geen knockback? Nee, seriously? Volgens mij is het een hacker. Volgens mij is dit een hacker. Dit meen je niet. Als dit echt weer een hacker is hoor. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Oh, what? Lol, GG. Oké, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik heb gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.